Krishna tite na instrana, one blade. Lieve broeders en zusters, lobby brada, nangasisa, mag ik jullie allemaal groeten. We zijn in de kerstperiode en op 25 december herdenken en vieren wij de geboorte van Jezus Christus. Een dag die wordt gevierd door mensen met verschillende geloofsovertuigingen, maar in het bijzonder de christenen. Een dag die ons bij elkaar brengt. Maar ook dit jaar gaat het samen zijn beperkt zijn door de COVID-19-pandemie. De COVID-19-pandemie heeft gemaakt dat we ook dit jaar die warme brassa's helaas achterwege moeten laten. Dit legt zeker een domper op de viering van kerst. En toch is er licht. Licht dat ook kerst symboliseert. Sta op en schitter. Je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer. Aldus Jesaja 60, vers 1. Op veel gebieden heeft deze regering het licht gebracht naar u toe. Op financieel vlak, waarbij het deze regering gelukt is om binnen anderhalf jaar tijd ons financieel huishouden op orde te krijgen. Ja, broeders en zusters, beseft u dat we op eigen kracht schulden aan het afbetalen zijn? Op financieel-economisch gebied hebben we als regering licht gebracht met de IMF-deal die na lang onderhandelen eindelijk doorheen is. En dat zal zeker een enorme verlichting brengen voor onze economie en de gemeenschap. Om deze verlichting te brengen is het afgelopen jaar voor ons land een jaar met veel uitdagingen geweest. Een jaar waar we allen op onze eigen wijze veel offers hebben moeten brengen. Ja, zware offers om het hoofd boven water te houden. Maar bovenal om een bijdrage te leveren aan het herstel van de economie. Broeders en zusters, ik dank u voor deze zware offers. Samen hebben wij hard gewerkt. En de vruchten gaan we ook samen plukken. En als uw president dank ik u ten zeerste. Niet alleen voor de offers, maar ook voor het volhouden. Voor het geloof in mij en mijn regering. En kijkt u vandaag naar de wisselkoers. Dat zegt al genoeg. En daarom is 2021 ook een jaar geweest van solidariteit en verbondenheid. En ik heb gezien dat wij als Surinamers elkaar weten te vinden. Zeker op momenten waarop de roep naar solidariteit groot wordt. Saamhorigheid en verbonden zijn met elkaar zijn voor ons kernwaarden die in onze samenleving de drijvende kracht vormen om gezamenlijk dit prachtige land verder te ontwikkelen. Echter beseffen wij ook dat er meer verlichting moet komen. En met God aan onze kant, die ons geleid heeft door deze zware periode, is er nog meer licht in zicht, zeker in het komend jaar. Maar om het beter te hebben, moesten we dit jaar door een diepe dal. En dat is ook wat de Bijbel ons leert. Er is hoop. De beproeving waarmee we te maken hebben, zullen we te boven komen, dat weet ik zeker. En ik weet dat er velen in het land hard werken om ervoor te zorgen dat we richting het licht geraken. Mensen in de zorg, mensen in de handhaving en rechtspraak, mensen in het onderwijs, mensen in de landbouw
en het bedrijfsleven en mensen in het openbaar bestuur van ons land. Toen het moeilijk zat, gaf Jezus Christus het ook niet op. Juist toen het moeilijk was, benadrukte hij dat wij onze naasten lief moeten hebben. Hiermee drukte hij het uit hoe belangrijk de verbondenheid met de ander is. Broeders en zusters, voor bitterheid, racisme en haat is er geen plaats. Wij als mens hebben invloed op ons toekomstig lot. Laten we daarom met kerst bewust worden van ons zijn en van de solidariteit jegens elkaar. Daarom bid ik elke maandag op mijn kabinet, tezamen met een groep geestelijke leiders van verschillende gemeentes, voor kracht van de Heer, om ons te steunen in onze werkzaamheden en dat de Heer ons mag leiden op ons pad naar structurele en duurzame ontwikkeling van ons geliefd Suriname. Broeders en zusters, u ziet de resultaten die we reeds geboekt hebben op nationaal en internationaal niveau. We bereiken grotere hoogtes, maar we zijn nog niet waar we moeten zijn. We zijn wel op het juiste pad en samen groeien we om steeds groter uit te pakken. Wij Surinamers zijn er niet op aard om tegenover elkaar te staan. Daarvoor heeft God ons niet gestuurd op aarde. Ja, we kunnen onze meningsverschillen hebben. Maar als het erop aankomt, zijn wij één. De verschillen juist vormen onze kracht. Samen, Makandra, daar gaat het bij ons om. Zodat we iedere Surinamer de garantie geven dat dit prachtig land weer een land zal zijn van bloei, van vrede, van veiligheid, van vreugde en Abrom Tjidjari samenleving. Daarom schijnt het licht van kerst over ons land met symbolisch een kerstboom op het onafhankelijkheidsplein vol licht en warmte geschonken door ondernemers. Laten we dit licht zien als het licht dat ons allen moet gaan leiden om ons pad te verlichten, welke moeten volgen om ons land naar grotere hoogte te brengen. In Lucas 8, vers 16 wordt de geest van Kerstmis op een schitterende wijze uitgedrukt. Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaats hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet. Immers, waar licht is, is het goed. Broeders en zusters, Louis Bradangasisa, op deze mooie kerstdag, de geboortedag van Jezus Christus, de Zoon van God, die ons nieuwe hoop bracht, ben ik ervan overtuigd dat we samen een mooi Suriname kunnen creëren. Een Suriname waarin de deugden, goedheid, verbondenheid, geweldloosheid, empathie, compassie, liefde en vergevingsgezindheid ons iedere dag weer zullen inspireren om Suriname te maken tot het prachtige land van onze dromen. En dit gaan wij samen creëren met een ieder. Broeders en zusters, Loi Brada Masisa, in alle nederigheid, nogmaals zeer veel dank voor de offers die u dit jaar heeft gebracht. Zonder u, zonder onze gezamenlijke offers, waren de resultaten nooit behaald. Ook voor de boosheid heb ik begrip, want ik weet dat de offers zwaar zijn geweest. Voor de ene zwaarder dan de andere. Maar houd die vast aan het positieve. Er schijnt al licht, veel licht, over onze donkere en zware dagen. Broeders en zusters, zeer veel dank. Metaigu Grantangi. En ik wens u, mede namens de First Lady en de regering, zalige kerstdagen toe. En ik vraag u om samen met ons het verlichte pad te bewandelen. Het goddelijke pad. Zodat we zij aan zij
ons geliefd Suriname duurzaam ontwikkelen om zo een gezond en bloeiend Suriname na te laten voor ons nageslacht. Moog het licht in ons zegen vieren. Een fijne kerst en God bless you all. Krishna Tite na Instrana, one blade.